Hallo iedereen, welkom op mijn eerste video van 2020. Ja, spijtig genoeg is dit mijn eerste sessie van het jaar. Door het coronavirus hebben we niet meer buiten kunnen gaan. En in België mochten we niet vissen. Dus ja, we zijn nu begin mei, dat ik dit jaar mijn eerste keer op het water kan geraken. En ik kan direct voor 5 nachtjes gaan, dus we zullen zien. Ik heb heel veel zin om te vissen. En hopelijk mag het resulteren in een goed resultaat. Dus ik ga erop door. Eerste vis van de sessie, 21-2, direct een 20 kilo vis, mega goed nog, super leuk, super blij mee. Voilà, de derde vis van de sessie, 14,7 kilo. Een vis dat er nog niet veel uit kan blijkbaar. Daar ben ik super blij mee. Maar nu gaan we naar nummer 2 kijken. Dat is een speciaaltje. Voilà, zoals beloofd, nummer 2 van de sessie. Maar echt een beauty, hè. Echt een beauty. Ik denk dat dat de schoonste vis uit de momenteel op zit, denk ik hier. Dus met 15,7 kilo. Ja, de sessie is fantastisch, hè. Dus heb dat de volgende zin zijn. Zo, ik heb eventjes tijd genomen om jullie nu te laten zien met welke rig ik mijn vissen heb gevangen. Dit is deze rig. Dat is de blowback rig. Ik kan die laten zien. De microswiffel die schuift over de haak. Wat is er anders dan mijn vorige blowback rig? Mijn vorige blowback rig was met een hair. Deze is nu op de haak gebracht. Is zeker en vast niet moeilijk om te maken. Wat gebruik ik voor? In mijn geval is dat Cortex 25 Lips. Als haak gebruik ik de White Cape nummer 4. Wat hebben we er nog voor nodig? Microswiffertje. Zeker en vast. Dan, wat hebben we ook nog nodig, dat zijn die flippa's. Dat is het nieuw dat Fox op de markt heeft gebracht. Dat wordt over de haak gebracht. Dat kunnen we zien. En dan krijg je een bepaalde hoek, waardoor dat de inhaking van je haak ietsje sneller zal gaan. Wat hebben we ook nog erop? Dat is een stoppertje, een haakstoppertje. En dat is al wat je nodig hebt voor die rig te maken eigenlijk. Het voordeel van deze rig is, vind ik, vooral met wafterkjes als je ermee vist, dat die presentatie echt heel mooi is. Kort tegen de bodem, zeker wanneer als je met polies vist en die zijn zo wat verspreid, is deze rig wel zeker een aandrager. Dus ik zou zeggen, probeer hem zeker ook eens uit. Zeker.
5 van de sessie. With a beauty. 13,5 kilo. We zijn echt gewoon vandaag. Hup naar de volgende, hè. Naar nummer 6 hopelijk. Schoonheid deze keer. Superbij. Maar ik heb nog één in de zak. En dat is normaal gezien de laatste van de sessie. Dus, ik ga nu laten zien. Voilà, de laatste van de sessie. Deze bak. Een super week gehad. 8 vissen in totaal. Dus de eerste sessie van 2020 door corona. Dus ik mag zeker vast niet klagen. Dus in het water zitten en hup naar huis.